Saskia Laro, die maakte een cd. Tegenwoordig maak je geen platen, maar een cd. En op die plaat kun je haar trompet horen spelen. Contrabas speel je ook, hè? En alt-saxofoon, ja, ja, ook. En je speelt jazz en salsa en reggae en hip-hop en... Allerlei soorten muziek. Zit er allemaal op. Ja. En maar je bent begonnen bij, en dat vind ik het sympathiekste, bij de fanfare in Den Ilp, hè? Ja, dat klopt. Klopt. Dat vind ik nou iets, daar kan ik iets mee eigenlijk. Ja, persoonlijk, hoezo dan? Nou, dat vind ik normaal. Normaal. Een Nederlands meisje om bij de dorps van varen in Den Ilp te zitten. Ja, ja. Met dat instrumentje? Nee, dat was een iets kleiner en het heet een piston. Ja, maar goed, toch een zo'n... Toch een trompet, ja. En waarom speelde je trompet? En waarom in de dorps van varen woonde je in Den Ilp? Ik woonde in de Ilp, ik speelde eerst blokfluit en toen hadden ze gehoord... Zoals dat iedereen? Zoals iedereen. Op de muziekschool, en ik was een van de weinige kinderen die ook op de muziekschool zaten van het dorp. En toen had de fanfare daarvan gehoord en die zei van... Goh, dat meisje kan noten lezen, die willen we wel hebben. Ja. Dus... Dat kan je leuk vertellen. Is dat zo? Ja, ga door. Nou, toen... Zo meeslepend vind ik, ja. Nou, ga door. Ik zal proberen om zo door te gaan. Nou, in ieder geval toen. En toen? Ja, nu ben je me helemaal van me apropos. Nee, ga door. Ja, toen zei ze, god, wat speelt het meisje leuk trompet. Ja, goed, nou, toen ging ik dus een keertje kijken daar, want ik vond trompet eigenlijk maar niks. Dat vond ik van die scheten latende instrumenten. En ik dacht van... Oh, ja? Ik dacht van, ja, scheten. Zo pra, pra. Vond ik afschuwelijk. Had je nooit het plaatje van Louis Armstrong gehoord? Nee, want wij draaiden thuis alleen maar Boudewijn de Groot en Herman van Veen. Oh mijn god, wat vreselijk zeg. Had je van die hippie-ouders? Een beetje hippie. Ja. Angehaald. Heel klein beetje. Ja, en die draait voortdurend Boudewijn de Groot, maar nooit iets anders? Ja, ook... Rob de Nijs ook? Nee, dat was toen nog niet. Nee, ook. Ze draaiden wel, hoe heet dat ook weer, Exception. Dat was heel erg hip. Dat is erg, hè? Exception, ja. Nee, dat is heel leuke muziek. Nou, ja. Ja. Ja, nou, vind je Boudewijn de Groot en helemaal ook, van... Ja. Nog steeds. Ja. Ja, je houdt van je ouders natuurlijk, dus nee, je ook van helemaal niet. Maar goed, even, je had nooit van die scheetelatende trompetten echt goed horen bespelen, hè? Ja. En toen ging ik dus proberen, want ik vond het wel een uitdaging, en toen kon ik meteen na een week... Ja. Ja. Toen kon ik meteen na een week kon ik een liedje spelen. En nou ja, toen bleef ik erop, want er zaten ook allemaal leuke jongens op de fanfare. Ja? Ja. Maar die gingen er allemaal af. Toen jij erop ging? Nee, dat niet. Maar er waren meer meisjes dan jongens op de fanfare. Wat speelden jullie op de fanfare? Meer meisjes dan jongens? Ja, meer meisjes dan jongens. Dat is weggeven, ja. Die speelden allemaal trompetten. Allemaal trompet? Nou, vind ik het zo vreemd dat er zo weinig trompetisten ook beroep zijn geworden. Maar misschien speelden ze het niet goed. Wat speelde je? Doe eens even, wat speelde je dan in die fanfare? Even kijken. Echt fanfare-achtig spelen? Ja, natuurlijk, ja. Vraag het toch. Mooie muziek, nog even door. Nee, zo de postkoets. Ja, dat is het eerste liedje wat ik leerde daar. Ja, maar je doet het goed. Ja, je brengt helemaal de herinnering weer bij me boven. En wat denk je dan aan? Ja, nergens meer aan. Nee? Nee. Maar wel, het geeft wel iets. Het geeft wel een gloed even in je. Ja. Warm thuis, fanfare, samen schoollokaal. Chocolademelk. Heel goed, je brengt al die dingen weer zo naar boven. Maar... Ja. Ja, dat vind ik. En nu speel je hip-hop. Hip-hop, en reggae. House, reggae. Wat hebben we daar nou aan? Waarom niet gewoon lekker de postkoets blijven spelen? Toch? Is ook leuk. Wat bracht je er eigenlijk toe om hier beroep van te maken van dit instrument? Nou, ik studeerde eerst wiskunde in Amsterdam aan de universiteit. Ja, dan is het maar één stap naar de trompet. Ja, precies. Nou, ja, en toen ontdekte ik het muziekleven, want elke avond waren er workshops in het Bimhuis. Dan ging ik naar het Bimhuis om free jazz te spelen, in de workshop van Arnold Dooyeweerd. En dan ging ik naar de Joseph Lamb Jazz Club om Dixieland te spelen. Ook nog? Ja, en dat waren dan de twee muzieksoorten die ik dan... Dat zijn wel echt uitersten, volkomen uitersten. Ja, dat voelde ik natuurlijk haarfijn aan op mijn 18e, dus ging ik expres natuurlijk in het Bimhuis Dixieland spelen. En improvisaties bij de Dixieland jongens. En samen met mijn zusje in het Bimhuis Dirty Old Man zingen, heel hard door de microfoon. Jij bent me er eens, zeg. En hoe is het met die studie afgelopen? Na 1 jaar gestopt.
ging helemaal de mist in. Dus toen ben ik naar het conservatorium gegaan, want dan kon ik mijn beurs behouden. En dat heb ik wel afgemaakt. Wat heb je daar, welke instrumenten heb je daar leren? Alt-sax of contrabas? Nou, trompet. En, want daar verdiende ik ondertussen al mijn brood mee. Waar dus, dan? Nou, ik snabbelde. Ik snabbelde met Dixieland-bandjes, met free jazz-bandjes. Alles, maar je bent er een alles. Beetje nergens een keuze voor gemaakt. Maar nee, ik heb veel dat heb ik nu eindelijk gemaakt, dus met die cd. Met cd? Daar heb ik heel lang over nagedacht.